Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Easy Dutch. Ik ben Linus en we staan vandaag in Utrecht. Ik was recentelijk een tijdje in de Dominicaanse Republiek om onderzoek te doen naar koffie. Koffie, dat leek me ook wel een leuk onderwerp voor een Easy Dutch video Naast me staat Nine. Hi. Welkom Nine, je komt ons team versterken. Lekker. Heb je daar een beetje zin in vandaag? Ik heb er heel veel zin in. Laat Laten we, we beginnen. Drinkt u koffie? Zeker drink ik koffie. Zeker. Ik drink wel eens af en toe koffie, ja. Ja, elke dag. Nee, ik drink geen koffie. Nee, ik drink zelf geen koffie, nee. Ja, nou, zoals je ziet. Ja. Een hele bak. Ja. En veel. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, zeker. Elke dag. Ja, ik drink wel soms koffie. Ja. Jazeker. Ja. Ik helemaal niet. Enkel. Nee. En uh, hoe vaak? Uh, ja, ik ben bang. Twaalf uh, koppen per dag of zo. Twaalf koppen per dag? Ja, ja. erg veel, ja. Oké. Okay. Ja, ik drink niet elke dag koffie. Dat zou ik misschien wel willen doen. Uh, maar ik ben heel bewust van dat elke dag koffie drinken dat je wel verslaafd kan raken. Uh, maar ik hou er wel van. En ik drink uh, vaak gewoon simpele koffie, toch eigenlijk, ja. Mm -hmm. Dus gewoon zwarte koffie dan? Ja, gewoon zwart, zonder suiker, zonder melk. Uh, ik drink vooral zwarte koffie. Maar een cappuccino of een latte macchiato af en toe is ook wel lekker. Um... Ik probeer het maximaal drie kopje koffie's per dag te drinken. Maar meestal lukt het niet. Meestal drink ik veel meer. Waarom niet? Um, daar ben ik mee gestopt. Alweer twaalf jaar geleden. Toen destijds, omdat ik dacht dat ik, uh, ik had darmklachten. En ik dacht dat dat er misschien mee te maken had. Dat had er niks mee te maken. Maar toch ben ik uh, gestopt gebleven met koffiedrinken, zeg maar. En waarom niet? Uh, ja, ik, ik heb het nooit behoefte aan gehad. En ik vind, ja, als je er nooit mee bent begonnen, dan is het ook eigenlijk niet echt lekker om eraan te beginnen. En wel ooit, uh, weet ik niet, cappuccino of met melk geprobeerd? Ja, natuurlijk. Ooit wel even een keertje geprobeerd, ja. Maar niet dat ik vast koffie drink. Heb... Hoeveel koffie drink je per dag? Ja, ik ben bang meer dan drie koppen per dag. Uh, ja, dat is eigenlijk iets te veel. Maar ja, het is toch vaak lekker en verleidelijk om dan toch weer een kop koffie te nemen, zeg maar. Ja. Hoe vaak drinkt je koffie? Nou, best wel veel. S morgens gaan er wel een stuk of zes bakjes doorheen, denk ik. Ja, ook wel decafé, by the way. Ja. Drinkt u dus decafé en gewone koffie vaak? Ja, klopt. Ik denk één keer per dag. Ja, wel lekkere koffie, cappuccino. Ja, alleen cappuccino of ook andere soorten koffie? Nee, eigenlijk alleen cappuccino. Ja. En hoe vaak drinkt, drinkt u koffie per dag? Nou, ik denk vier kopjes. En dan vooral ochtends of avonds? Of... Vooral s ochtends, bij het ontbijt al begin ik met koffie en dan na het eten s'avonds. En is het vooral zwarte koffie of ook cappuccino die u graag drinkt? Ik drink meestal zwarte koffie en soms cappuccino. En als ik cappuccino drink, dan doe ik altijd een beetje zoetstof in ja. voor de lijn. Ja. Niet te veel suiker. Elke dag of? Uh... Nou, ik denk twee keer per week als ik thuis ben, s ochtends. En wat voor koffie drink je dan het liefst? Um, ja, gewoon koffie met melk, gewoon van thuis. Ja. Cappuccino of gewoon een soort koffie verkeerd? Meer koffieverkeer, denk ik. Veel melk, beter. Hoe vaak drinkt u koffie per dag? Twee bakjes per dag. En dan op een bepaald moment? Of, uh... s Ochtends en meestal na de lunch. En waarom niet? Ik, omdat ik heel erg van thee hou. Okay. <laughs> en heb je ooit koffie geproefd? Uh, ja, wel eens op werk uit de automaat. Mm -hmm. um, en dan met veel suiker erbij. Ja. Uh, om een beetje eraan te wennen, maar ik hou het toch echt bij thee? Het is niet zomaar even een drank doen. Um... Nou, is een hele proces geweest om die koffie te krijgen. Ik Drink uh, vooral specialty koffies, dan met verschillende smaken, iets meer fruitig of juist chocolade. Uh, dus ja, om dat smaak te krijgen in een koffie is gewoon een heel lang proces waar alles moet echt gewoon perfect gaan. En nou ja, dat vind ik gewoon super mooi. En dan geniet ik gewoon heel erg van mijn drank. En dan vooral op werk of in welke context drinkt u koffie? Uh, dat maakt niet zoveel uit. Thuis uh, ben ik helaas even vaak naar het koffiezetapparaat dan uh, op mijn werk. Ga ik wel eens naar een cafeetje om daar een koffie te drinken? Ja, wel eens. Wel eens. Dat is meer voor mijn sociale activiteit ook. En heeft u een favoriete koffie, cappuccino of espresso? Of... Ik vind cappuccino, en café au lait. die vind ik inderdaad het lekkerste. Ja. En uh, hoe drinkt u uw koffie? Helemaal zwart, niks erin. Ja. Onlangs heb je geleerd hoe je in Nederland koffie kunt bestellen. Maar wat als je niet in Nederland woont of je koffie liever thuis drinkt? Word dan lid van Easy Dutch. Hierdoor krijg je toegang tot onze oefenbladen en de Discord server, waar je met ons samen je Nederlands kunt oefenen. Ben je benieuwd geworden? Check dan de link in de beschrijving voor meer informatie. We gaan nu verder met de video. En wat betekent koffie drinken voor jou, of waarom doe je het? Uh, nou ja, koffie is gewoon superlekker. En uh, krijg je ook een energiebeurs ervan. Um, ik kom zelf uit een, een koffieland, Honduras, in uh, Midden-Amerika. En ook van een, een koffiegebied. Dus nou ja, ik zie alle boerderijen met koffie. Ik drink heel veel koffie. Ik drink heel graag koffie. Dus nou ja, het betekent heel veel voor mij eigenlijk. Ja, van alles. Het, het, het kan zeggen, uh, ja, je kan zeggen, gezelligheid, met elkaar koffie drinken. Zo van, ja, je gaat even lekker bij je, bij je oma op de koffie. Uh, dus, dus dat soort dingen. Maar, maar het kan ook even zijn als je snel haast hebt, even snel een koffietje halen. Dus er zijn eigenlijk meerdere betekenissen eigenlijk daarin. Ja, gewoon even lekker tot rust komen, een beetje energie en dat soort dingen. Uh, echt een momentje voor jezelf. Ik drink het uh, omdat ik het lekker vind. Niet omdat ik uh, energie nodig heb of zo. Dus het is echt een, uh, een treat. Echt alleen voor de smaak. Ja, ja. En wat betekent koffiedrinken voor u? Vooral dat ik fitter word, dat is ochtends. En natuurlijk ook voor de gezelligheid. Dan zit je zeker samen met de hulp. Ik heb een hulp in de huishouding, heel fijn. En dan drink ik ook altijd koffie met haar. Wakker worden. Ja. Vooral wakker worden. Vooral wakker worden, ja. Um, nou, is morgens uh, echt een opkikkertje om even wakker te worden uh, voor het sporten. Um, en de rest van de dag is het deels uh, ja, een beetje sociaal. Hè? Omdat je met mensen op een afdeling of thuis uh, mensen op visite hebt. En dan uh, pak je even koffie. Mm -hmm. En soms ook wel een beetje uit verveling. Als je aan het werk bent en je wil even een break en even nadenken. Mm -hmm. nou, even een kopje koffie pakken, even nadenken en weer verder. Mm -hmm. En uh, wat betekent koffiedrinken voor u? Ja, het is even het rustmoment. Even na het ontbijt, dat lekkere bakje koffie. Of als ik iets gedaan heb en ik kom thuis en denk: oh ja, lekker bakje koffie. Ja. En uh, hoe zou je de Nederlandse koffiecultuur omschrijven? Oeh, wel veel mensen drinken koffie. Ja, ik ken heel veel mensen die zijn echt vol voor koffie, en een paar die zijn vol tegen. Dus het is wel een soort van echt met meningen heftig. En wat denk je dat dan uh, voor andere mensen redenen zijn om koffie te drinken? Nou, een soort energieboost in de ochtend, voor als het koud is. Of uh, je ja, gewoon geen zin hebt op een dag te beginnen, het is een mooi begin voor veel mensen. Ziet u koffie als iets wat onderdeel is van de Nederlandse cultuur? Ja, onderdeel gemaakt, zoals thee. Omdat het van oorsprong toch uit de koloniën komt. Het is niet inheems, zeg maar. En hoe zou u de Nederlandse koffiecultuur omschrijven? Oeh, de Nederlandse koffiecultuur. Zacht. Zacht. Meest drinken cappuccino. Nee. Ja. En denkt u dat het verschilt met andere koffieculturen in andere landen? Ja, bijvoorbeeld Turkse koffie dat is wat sterker. Uh, Marokkaanse koffie ook, dat is zelf Marokkaans. En Nederlandse koffie ja, valt toch wat lichter. Hm? En heb je mensen in je omgeving die koffie drinken? Ja, dus um, uh, mijn vriend drinkt af en toe koffie, maar eigenlijk ook niet heel veel. En op het werk, mijn collega's drinken heel veel koffie. Ik denk dat wij als Nederlanders best wel veel koffie drinken. Um, ik denk, meest werkende Nederlanders elke dag, elke ochtend. Um, en ja, ik denk dat het een groot onderdeel is van onze cultuur, misschien wel. Ja. En het is ook wel bij elkaar op de koffie gaan. Dus het is ook wel een, een, een contactmoment, een moment van verbondenheid. Ja, ik denk dat koffiedrinken vooral voor de gezelligheid is. Ja. En omdat het lekker is dan. En omdat het lekker is. Ja, ja precies. Ja. De gezelligheid. Maar veel mensen doen het ook. Het is natuurlijk toch ook iets om je als opkikkertje. Dus het is ook eigenlijk wel een verslaving voor veel mensen. Ja. In Honduras is het niet echt een sociaal ding om te doen. Dan doe je iets anders. Terwijl hier in Nederland is het echt om met mensen te kletsen of zo. Nou, dat was het weer voor vandaag. Nine, wat vond je daarvan? Ik vond het heel leuk. leuk om te horen hoe iedereen koffie drinkt. Ik vind zelf koffie ook heel lekker namelijk. Uh, en jij? Ja, ik vind koffie ook heel erg lekker. Ik drink meestal twee kopjes per dag. Um, we zijn natuurlijk ook vooral benieuwd naar jullie mening. Drink je zelf koffie en hoe ziet de koffiecultuur in je eigen land eruit? Als je de video leuk vond, laat dan een like achter. Doe een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal. En heel graag tot de volgende keer. Doei doei!